Hallo allemaal, vandaag laat ik jullie zien hoe je een cupcake kan maken. Hij is niet heel moeilijk om te maken. Je hebt 11 elastiekjes nodig voor het bakje en voor het cakeje. Heb je er 16 nodig. En dan voor het kersje kun je een kraaltje gebruiken of een elastiekje. Dus dan heb je nog een elastiekje nodig. En dan voor dit lusje heb je ook nog 1 elastiekje nodig. Je hebt natuurlijk ook je loom nodig. Het kan op elk loom. En een haaknaald. We gaan eerst het kersje maken. Dat kun je dus met een elastiekje of een kraaltje doen. Eerst doe ik het even voor met een kraaltje. Je hebt je kraaltje. En je hebt een kraaltje nodig met een groot gat. Dat vind ik wel het fijnst, want dan krijg je wel wat makkelijker het elastiekje door. Je doet je elastiekje door het kraaltje. En dan zet je op deze 2 pinnetjes. Wat je nu ook kan doen, als je bijvoorbeeld geen kraaltje in huis hebt. En pak je een elastiekje. Doe je hem 4 keer om je haak. Je kunt het ook 3 keer doen, wat jij het mooist vindt. 1, 2, 3 en 4. Pak je het andere elastiekje. Zet je hem op je haaknaald en haal je de... En haal je hem er overheen. En dan zet je hem ook hier op. Nu gaan we eerst beginnen met het cakeje. Dus waar nu het paars is, doe ik nu roze. Daar beginnen we eerst mee. Gaan we van dit pinnetje naar links. Naar het linker pinnetje. En gaan we nu van dit pinnetje rechtdoor. En dan gaan we nu rechts. Van dit pinnetje naar rechts. Nu gaan we overal nog bij elke rij 1 keer naar voren. Hier 1 keer naar voren. Hier en hier. Nu gaan we het dicht maken, dus we gaan van dit pinnetje naar dat pinnetje en van dit pinnetje naar dat pinnetje. Dus dit pinnetje rechts naar boven, van dit pinnetje links naar boven. Wat ik misschien ben vergeten om te zeggen, dat je ook 2 elastiekjes tegelijk moet neerzetten. Dus dat had ik per ongeluk net nog niet gezegd, maar dan weet je het nu. We gaan nu met het bakje beginnen. We gaan elke rij weer 1 keer naar voren. En dan gaan we weer dichtmaken. En 2 elastiekjes tegelijk. Een keertje. Hier. En hier. En nu gaan we weer dichtmaken. Voordat we gaan haken, gaan we eerst een capband plaatsen. Het maakt niet zoveel uit met hoeveel ringetjes. Of je het met 2 of 3 doet. Hier zie je misschien een beetje het verschil. Dit is met 2 ringetjes.
En dit is met 3 ringetjes. En je ziet dat hier een wat groter gat in zit. Ik doe het nu weer met 3. Ik doe het zelf op een pinnetje, maar je kunt het ook op je haaknaald doen. 1 keer draai. 2. En dat is 3. En als je het met je haaknaald wil doen. 1. 2. 3. Je kunt het ook met 4 ringetjes doen. En dan zet je hem op een pinnetje. Nu gaan we haken. We draaien eerst onze loom om. Ik duw de kebben naar achteren en pak de bovenste. En die haken we naar, bij mij is het naar rechts. Dan pak je de andere bovenste. En bij mij is dat links. Hier doe je weer hetzelfde. Hier haak ik naar voren. Het elastiekje is losgeschoten. Zo, nu is die weer goed. Nu haak ik eerst deze oranje. Die. Dus duw ik het naar achteren en pak de 2 en haak ik ze naar voren. Hier ook. En die haak ik ook naar voren. Nu ga ik hier de roze haken. Duw naar achteren en pak de bovenste. Bij mij is het de zijkant links. En die haak ik dus ook naar links. Doe ik hier weer hetzelfde. Haak ik naar rechts. En hier haak ik naar voren. Hier haak ik weer ook naar voren. En hier ook. En hier ook weer. Dan moeten we deze nog haken. Die en die. Deze haak ik schuin naar boven. En deze ook. Nu moeten we dit groene elastiekje bij mijn groen nog haken, maar je moet wel voorzichtig zijn dat hij niet knapt. Je duwt alles naar achteren, behalve de groene. Je moet even goed kijken. Je kunt hem een beetje naar onderen duwen. Ja. Ik haak even van de zijkant. Ik haak alles naar achteren en haak hem naar voren. En voorzichtig. En als je nou... nu kun je eventjes zo doen. Dat hij wat minder strak zit. Want je moet wel een mooi druppelvorm zien. Nu kunnen we het afhalen. Ik doe altijd eerst het beginnetje even met mijn haaknaald. Zo. Dat er iets minder druk zit op deze 2 elastiekjes. En dan ga ik nu gewoon weer verder. En ik trek hem er helemaal vanaf. Een beetje in vorm brengen. Heb je je cupcake, alleen je moet nog een knoopje maken. En je moet de achterste, waar nu geen kraaltje of elastiekje zit, moet je naar voren. En dan moet je boven het kraaltje een knoopje maken. Niet onder, maar boven. Anders kan het kraaltje eraf. Nou, nu heb je je cupcakeje. Bedankt voor het kijken.
En tot de volgende keer. Doeg!